weet je wat? We gaan nu live, nu live, nu live, nu live. De rij over naar live, naar de live, naar de live, naar de studio. Live, helemaal live. Naar meneer Ballenhamer. Naar meneer Ballenhamer, ja. Live, helemaal live. Die zit boven hier op het dak en dan gaan we eens lekker... Nee, ik bedoel, die staat ook hier. Dat bedoel ik. Ja, die staat hier. Ja. Yes. Dan gaan we... Gaan we live. Live naar de... Naar hem kijken. Naar live. Live. Helemaal live. En mijn vieze zon. Dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van Motherfucker. Het is episode 2,5 en het is een speciale uitzending over het vergelijken van voedsel. Wij doen dit met speciale collega's van vorige afleveringen. We gaan kijken wat er nou zo lekker is uit het dagelijkse voedsel wat iedereen opeet. Kijk maar mee. Hier komt collega 1. Nou, tjus. Ogen voor. De bal. Bojaatje de pek van de Delta. Als eerste product. Albert Heijn, zure zure sleutels. Gaan we proeven. Je hebt er trouwens ook verschillende smaken in. Je hebt peer, appel en druif. Ik heb nu... Ik weet niet wat het is, het is gewoon lekker, ja, denk ik. Oef, aroma. Ja, het is op zich... Het is op zich wel lekker, maar... Je zou zeggen, ik verwacht wat zuurs. Ja. Ja. Product nummer 2. Albert Heijn. Wafels. Fles. Fleswafels. Heerlijk lekker. Komt niet aan. Lekker. Dan gaan we zo afkomen natuurlijk. Maar eerst de verpakking eens open zien te maken. Nou. We proeven de wafel. Wafel. Zit lekker poedersuiker op. Altijd goed hè. Ja. Wat een ranzige wafels. Product nummer 3. Tic Tac. Dit is lemmen en orange. Heel lekker. Dat zeggen ze althans. Gaan we nu afkomen. Zie je, ik heb 3 oranje en de groene. Ik zal ze samen proeven. Nom nom nom. Smaakt naar sinaasappel. Deze smaakt ook naar sinaasappel. Maar veel te sterk. Het overheerst. Het is niet. Nee. Ja, lekker. Ja. Yeah. Dit zijn de nieuwe. Ja, nieuwe. Ze zijn heel oud. Maar, het zijn gewoon kutdingen. Het zijn katja met natuurlijke smaakstoffen, geen kleurstoffen, mini-biggetjes, zachte fruitgums. Per portie van 10 gram, 34 calorieën, 2% van de dagelijkse voedselrichtlijn. Lekker. Gaan we proeven. Ja, ik zeg altijd lekker, maar misschien is het niet lekker. Dan gaan we proeven, hè. Daarvoor zijn we namelijk hier. Nou. Zeg, smaakt oud, stoffig en gewoon ranzig eigenlijk. Het is gewoon kankerzooi. Vies, hè? Collega 2. Nu ben ik aan de beurt. Zak. Vreselijk. Gadverdamme. Bah. Ga het je zo voelen. Pak terug. Tic Tac. Ja, we hebben het gezien, meneer. Het is een Tic Tac. Mag ik u trouwens complimenteren met die mooie snor? Afschuwelijk! God. Nou.
Oh ja, sorry. Wat zijn dat? Biggen. Denk ik. Ga maar proeven. Wel duidelijk uitleggen wat hij ervan vindt, hè? Heer! Geld waard! Meneer, waar gaat u naartoe? We zijn nog niet klaar met de test, hoor. En nu, collega 3. Absoluut, moment. Nou, ze zeiden, ik moet niet proeven. Nee. Maar jullie werken met emotioneel voor. Alsjeblieft, die camera weg. Alsjeblieft. Je zit nog weg met je camera, man. Weg. 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 Hoe moet dit? Ik heb er echt geen zin in. Hoe moet dat? Nou. Eentje dan. Mag ik dan hier een wafel? Een wafel? Een wafel? Nee, ik heb die wafel opgegeten. Alsjeblieft. Dames en heren, nu komt het waar we allemaal hebben zitten wachten. Het toppunt. Ik. Tjala. En als het mij gebeurt. We hebben nog wat voor u, meneer. We hebben nog wat voor u. We zijn er dan niet klaar, hoor. We hebben nog wat voor u, meneer. Geef je maar even terug, voordat u ze allemaal opvreet. Eens even zoeken. Lekker. We hebben nog meer. Kijk eens. Die wafel hebben we nog kunnen redden. Die lag in de put voor. Nou, nu denken wij. Geef maar naar jou. Huh? En de meneer, was het lekker? Maar lekker is een andere vertoning, hè? Oh, hij is weg. Nou. Je moet wel nog een mening geven, hoor. Kut, ik zie hem zelf in de zonnebril. Weg met die kinderreflectie! Ga weg. Wat een lekker klontje kots. Lekker. Nou, meneer, wat vond u ervan? Ben eigen verschijten met die kutkop van je. Keutelige bak. Ga weg. Met in één keer schuw voor de camera. Hè? Vieze peuk. Kom hier. Vieze lekker. Oh. Godverdomme, ik mag je af, godverdomme, en met een hoi, en vier, hula, schiet!